zijn we begonnen met het aflestraject op de nieuwe autoladder. Die is vorige week een vrijdag officieel overgedragen naar Rotterdam. En nu is de bedoeling dat de chauffeurs de gebruiksaanwijzing van die autoladder goed onder de knie krijgen. En met deze autoladder hebben we gerealiseerd dat er echt geluisterd is naar de werkvloer en alles wat er in verwerkt is, ook van de werkvloer afkomt. Het is een hoogstaand stukje techniek, het is een verbetering van de ladders die we nu hebben. Wat we leren, we beginnen altijd bij de onderkant. Het heeft te maken met de afstempeling. De afstempeling die werkt net eventjes wat anders dan de autoladder die ze gewend zijn. En dan is het de bedoeling dat we de knopjes goed gebruiken en dat we weten wat de knopjes doen. Met deze ladder realiseren we dadelijk dat we in de toekomst weer 15 jaar vooruit kunnen met een mooi stukje techniek. Deze gaat naar de Vroomestraat en daarna krijgt de Groene Tuin, de Mijnsheerlaan en Kazerne Bosland ook nog een nieuwe autoladder. Allemaal met hetzelfde opleidingstraject. De mensen worden goed geïnstrueerd voordat ze in dienst gaan. We willen voorkomen dat we voor verrassingen staan. Ik ben heel erg tevreden met het voertuig en het is de bedoeling dat iedereen die ermee gaat werken ook tevreden wordt met het voertuig.